Elsbeth van der Horst, Nico Sievers, Jan Vos, bestuursleden van een nieuwe stichting die ervoor gaat zorgen dat er meer Stolpersteinen in Meppel komen. Blijven jullie de naam Stolpersteinen handhaven? Nee, dat is niet de bedoeling, Tom. Er komt een andere naam, maar daar zijn we nog mee bezig. Kun je kort zeggen, wat zijn Stolpersteinen of herinneringstenen? Stolpersteinen, herinneringstenen, struikelstenen, gedenkstenen, herinneringstenen, hoe je het maar noemen wilt, zijn stenen die voor het huis worden gelegd waar de Joden woonden en vanuit dat huis weggevoerd zijn naar de kampen, om het maar even zo te zeggen. Een aantal jaren geleden zijn de eerste gelegd. We kijken even naar het plaveisel. Waar liggen hier stenen? Even kijken. Hier, kijk. Ja. Wie woonde hier, Elsbeth? Hier woonde de familie, en dan moet ik heel goed kijken, van de Roer. En met twee personen. En die hebben dus hier gewoond en zijn vanaf hier weggevoerd. Jan Vos, jij bent al jarenlang stadsgids. Je loopt regelmatig door de stad. Hoe reageren over het algemeen bezoekers op de aanwezigheid van deze stenen? Nou, niet alleen de bezoekers, maar ook de Meppelers. Want je krijgt ook wel eens Meppelers van, hey, onbekend, nooit geweten. Goh, wat bijzonder, interessant. Daar wil ik meer van weten. Dus echt heel divers. Maar over het algemeen heel, nou ja, positief is een beetje raar in dit verhaal. Maar heel betrokken en het begrip hebben voor het initiatief. Ook wat wij dus nu opnieuw de zaak gaan opstarten. Dus als jij zegt van, nou, hoe reageren ze erop? Mensen heel erg betrokken raken bij het onderwerp. Ja. Nico Sievers is een andere initiatiefnemer en toekomstig bestuurslid. Want er wordt een nieuwe stichting opgericht, hè? Ja, er komt een nieuwe stichting en die staat in de stijgers nu. Ik denk eind volgende week of begin december krijgt de stichting gestalte. We hebben de conceptstatuten bij de notaris liggen. Dus dan kunnen we los om een behoorlijk aantal fondsen aan te schrijven in Meppel en omstreken om te zien of wij die stenen die er nog nodig zijn, en dat zijn er 160, kunnen leggen in een fase van 4 jaar. Ja, want nog 160, hoeveel liggen er nu al in Meppel? 80 heb ik begrepen van de initiatiefnemers. En dat zijn natuurlijk inderdaad nog een aantal die er moeten liggen. En dat is in het centrum. Heeft de vorige stichting al heel wat stenen gelegd. Maar onze aandacht gaat natuurlijk uit naar alle buurten om het centrum heen. Het Indische buurt, Ezingen, achter het spoor zei men vroeger altijd. Haveltemaden, nog niet, want daar was toen nog niks. Maar in ieder geval rond de Watertoren, overal in Meppel hebben Joden gewoond. Die eigenlijk hun gezicht en hun plaatje en hun naam weer terug moeten krijgen. Ja. Het was ooit een initiatief van een Duitse kunstenaar, Günter Demnig. Hij was zelf aanwezig bij de onthulling van de eerste stenen. Mm-hmm. Kun je het project voortzetten zonder zijn actieve steun? Ja, dat denk ik wel. Alles kan. En voor de nieuwe stichting ligt daar ook een taak. Hè, om te kijken van, gaan we met Günter Demnig verder of gaan we een alternatief pad bewandelen. En dat is nog iets wat we niet zeker weten en dat ook aan het nieuwe bestuur is en niet aan ons. Onvermijdelijke vraag, hoeveel geld is er mee gemoeid? Nou, ik denk als je alle stenen gelegd wil hebben, dat je al gauw op 65.000, 70.000 euro zit. Ja. Zullen we onder leiding van de stadsgids richting Wolstraat gaan en wellicht nog een aantal stenen bekijken? Ja, heel graag. En dan kunnen we daar nog weer het een en het ander toelichten. Okay. Ja? We lopen nu in de Wolstraat. Ja. Was dit het hart van de Joodse buurt? Ja, dat kun je wel stellen. Er waren veel winkeliers, Joodse winkeliers en slagerijen en manufacturen winkels. De kleinste steeg van Nederland, zeggen ze, de Jodensteeg? Durf het niet te beamen, maar het lijkt wel. Want ging men via deze steeg naar de toenmalige synagoge? Ja, vanuit als er dan even geen tiende man was in de synagoge, dan kon men vlug even naar de winkels. Want de winkels waren hier op zaterdag ook open. Niet voor iedereen, maar wel de meeste. En dan kon men vlug tussendoor even naar de synagoge. Want er moesten altijd 10 mannen zijn voor de dienst. Okay. Dus dat, zo wordt het gezegd. Na u. Dank u. Wel heel smal, hè? Ja. En dit is aangebracht door Oud-Meppel, hè?
een informatiebord. Zeg Jan, ja? Die informatieborden, wat vertellen die? Zijn van Stichting Oud Meppel. Mm-hmm. Ja, en die heeft hier 3 informatieborden opgehangen. En wat vertellen die? Die vertellen hoe het leven hier rond 1900 was. Toen was hier eigenlijk, wat Elsbeth ook al zei, de Joodse buurt. Hè? En daar wordt een indruk gegeven in woord en in beeld van het interieur van de synagoge, want alles is natuurlijk weg hier. Dus je kun je een beetje beeld vormen hoe dat vroeger was. En er wordt op een apart paneel nog worden er informatie gegeven van hoe zag die buurt eruit? Wat waren dat voor mensen? Nou, en dan krijg je toch al een behoorlijk goed gevoel van jongens, hè, wat hadden ze vroeger hier toch een behoorlijke grote Joodse gemeenschap. Dus dat is eigenlijk de taak van die informatiepanelen. Je kunt dus zonder gids eigenlijk je toch de nodige informatie krijgen. En daar is de exacte locatie van de synagoge? Ja, ik denk dat we er nou even naartoe lopen. Gaan we dat even vertellen? Ja. Klopt. Dus hier stond de synagoge? Ja, exact hier. Dus ik zeg wel eens als ik met een groep rondloop van als je daar staat en je had deze kant op gekeken, had je dat gezien. Ja, dus exact. En het is zelfs in het kadaster hebben we dat na laten zoeken. Dit noemen ze zogenaamde gidsstenen, die blauwe stenen. En die lopen door tot een stukje verder buiten de huidige pand. Dat was exact de voorkant van de synagoge. Ja. En die andere robuuste stenen, wat zijn dat? Ja, dat zijn stenen die oorspronkelijk in de oude synagoge, die dus afgebroken is in de jaren 60, een functie hebben gehad. En die zijn een aantal jaren geleden zijn die ergens opgedoken. Die zijn schitterend gerestaureerd door coupeerders, dacht ik. En die zijn hier bij een of andere officiële plechtigheid zijn ze weer terechtgekomen. Want hier stonden ze dus oorspronkelijk. Dus hetzelfde met die ventilatie. Dingen. Dat is eigenlijk het enige wat er nog van die oorspronkelijke synagoge over is. Dat is onbegrijpelijk, maar alles is weg. Zeg Elsbeth, we lopen nu richting het Joods Monument. Dat wordt beheerd door Stichting Joods Monument, is ook de initiatiefnemer. Jij woont aan de Notenboomstraat, je bent bestuurslid van Stichting Joods Monument. Vindt er veel vandalisme plaats of valt het mee? Ik vind dat het de laatste jaren enorm vooruit is gegaan in de positieve zin. Okay. Het is veel erger geweest. Jeugd is er veel minder aanwezig. En er wordt meer op gelet. Ja. Dus ook dat doet eigenlijk de hele buurt. De hele Notenboomstraat houdt dat in de gaten. En dat is geweldig. En basisschool De Woldstroom zorgt voor het onderhoud? Ja, dat doen ze. En ze hebben jaren geleden al het monument geadopteerd en ze maken het regelmatig schoon. Een stukje educatie daarnaast op school. Dus heel belangrijk, want de jeugd heeft natuurlijk de toekomst, Tom, dat weet je. Ja. Hoe vaak zijn hier nou plechtigheden? Noem de data eens op. Nou, sowieso op 4 mei natuurlijk, hè, met de stille omgang, stille tocht. 3 oktober 's morgens heeft Stichting Joods Monument natuurlijk de korte herdenking. Dat is in de ochtend van 3 oktober, omdat ze dan weggevoerd zijn vanaf Meppel naar het station, naar Westerbork. In 1942? In 1942, ja. Is het dan een grote opkomst of hou je het bewust klein? Nou, we houden dat klein, want 4 mei is natuurlijk de nationale herdenkingsdag. Maar dit is echt voor Meppel en de Meppeler. Nico Sievers, de nieuwe stichting die houdt zich vooral bezig met het plaatsen van de herinneringstenen. Klopt. Heb je nog meer doelstellingen van de stichting? Ja, in ieder geval de doelstelling is heel ruim gekozen. Dus wat er in de toekomst gaat gebeuren met gedenkstenen, dat moet nog door het nieuwe bestuur vastgesteld worden. Maar we hebben in ieder geval een educatiedoelstelling opgenomen. En dat houdt in dat naast alleen de Woldstroom, hè, want die onderhoudt dit monument prachtig, maar dat heb je al van Elsbeth gehoord, is ons de bedoeling om zowel in basis als voortgezet onderwijs een stevig educatieprogramma neer te zetten. Er hebben zich inmiddels al zo'n 20 mensen gemeld voor de werkgroepen, waaronder een aantal afgestudeerde geschiedenisdocenten. En die gaan zich dus echt absoluut bezighouden met de hele educatie van onze slachtoffers in Meppel, waardoor heel de jeugd de herinnering bijblijft van hier hebben 240 Joden gewoond. Ja. Elsbeth,
Komt er ook nog een bepaalde samenwerking van de nieuwe stichting met Stichting Joods Monument? Nou, we sluiten niks uit, Tom. Vind je wel? Voordat we ook maar iets kunnen zeggen, we sluiten niks uit. Je bent lid van beide besturen. Inderdaad. Ja. Ja. Wanneer, Nico, moet de laatste stolpersteen wat jou betreft gelegd worden? Nou, wij streven ernaar. Als we dus eventjes de situatie van Günter Demnig beschrijven, dan krijg je ongeveer 4 stenen per jaar. Dat zou betekenen, als wij de leeftijd van Abraham bereikt hebben, zo'n 120... dat we dan klaar zijn met die stenen. Maar zo lang willen wij niet wachten. Wij willen dat in 4 of 5 jaar voor elkaar hebben. Dat betekent dat we, als we met Günter Demnig verder gaan, heel veel druk op die ketel moeten zetten. Daar kiezen wij voor een alternatieve route. Dan gaat het vermoedelijk wat sneller. Ja. En hoe is de samenwerking met de gemeente? Meer dan uitstekend. Ze zijn blij dat wij dit opgepakt hebben. Althans, die initiatiefnemers. Ik ben in een later tijdstip erbij gekomen. Maar we merken gewoon, ook als wij hier door de straten van Meppel lopen, dat er bij de bevolking ontzettend veel en een groot draagvlak is om dit weer op te pakken. Mooi. Nico, Elsbeth en Jan, hartelijk dank en veel succes met de nieuwe stichting. Dankjewel. Dankjewel.